Voor de vogelwerkgroep Geesteren komen de dramatische cijfers van het WNF niet als een verrassing. Ook in hun eigen gebied zien ze maar al te goed hoe zwaar de natuur het heeft. Ieder jaar verdwijnen bij ons in de groep wel een vogelsoort. De veldleeuwerik is ook al weg. De tuurluur is ook al weg. De korthoende is ook al weg. En zo gaat het achter elkaar door. En deze staat op het punt om ook weg te gaan. Een groot deel van het probleem zit er maar in dat de grutto's hun nesten maken in grasvelden. Vaak op boerenland. En deze zijn zo diep weg verscholen. De boer kan ze niet vinden. Wij kunnen ze niet vinden. En helaas worden ze allemaal kapot gemaaid. De hoop van de werkgroep is nu gericht op de techniek. Zo kan een drone met infraroodcamera uitkomst bieden. En die eitjes die hebben warmtestraling en ook de vogels. Dat zie je eigenlijk. Die camera detecteert dus de warmte. Ook door gras heen en door moeilijke punten. En we kunnen dus op behoorlijke hoogte heel snel een heel groot gebied afscannen. Op den duur wil de groep het liefst in de regio een aantal velden drassig maken. Omdat wij de vogels hier simpelweg dol op zijn. Dit is de toekomst. Hier moet het op aan. Want zo'n plasdrasgebied dat werkt als een magneet op de weidevogels. En ook hier is gebleken door de aanleg dat we veel meer weidevogels hebben aangetrokken. En het is een enorm succes. Maar dat is toekomstmuziek. Om de vogels komende jaren te beschermen willen Henny en de andere vogelliefhebbers nu een drone gaan aanschaffen. En zijn daarom een crowdfundingsactie gestart. Ja, daar is die. Ze kunnen zelfs een gratis iPhone winnen. Dan hoeven ze alleen maar naar reddegrutto.nl gaan. Dus heel Nederland, kom op, geef. Al is er maar ietsjes. Met z'n allen moeten we het maken. Wij kunnen niet alleen.